En toen werd ik gebeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken: moeten wij ook niet grondstoffenbeleid ontwikkelen? Ik zeg ja, moeten wij niet gaan ontwikkelen? Dat hadden we al lang moeten doen. Ja. Want eigenlijk draait de energiecrisis om grondstoffen. Ja. Als wij sneller willen verduurzamen, ja. hebben we 70% meer van die metalen nodig ja. om de klimaatdoelen te halen. En, en die zijn er niet. Wanneer we... En die worden steeds duurder. Wij verwachten een prijsstijging met meer dan 1000% de komende 10 jaar. Pardon? 1000%. Een prijsstijging voor grondstoffen? Ja, met name de kritieke metalen. Omdat de vraag sterk toe zal nemen. Uh, en het aanbod is in handen van maar een beperkt aantal landen. Ja. Uh, dat zal de prijs, net zoals nu met gas, enorm uh, gaan opdrijven. Maar de gasprijs is niet eens met 1000% gestegen? Nee, maar uh, de afgelopen jaren ging het natuurlijk wel heel snel. Uh, ja. Maar die uh, kijkt nee, maar vast. Ik, ik, ik stel het vast om, uh, om de ernst van de situatie even vast te stellen. Namelijk uh, dat de uh, prijsstijging van grondstoffen. Die van gas straks dus gaat overstijgen, betoogt u. Ja, want kijk, gas is onderdeel van een wereldwijde handel. Maar die grondstoffen, met name de kritieke metalen, China heeft 90% van die handel in handen. Dus er is eigenlijk geen wereldwijde handel nog. En dat betekent, wij denken nu dat we hè, afhankelijk zijn van Poetin, hoe vervelend ook. Maar we worden nog veel afhankelijker van China. Ja, nou ja. En dat niemand dat nou nog ziet. Nou, dat, dat, dat is tekort door de bocht. Dat zien we wel degelijk. Want dat is het hele discours ook in de Europese Unie en trouwens ook in de Tweede Kamer geregeld. Namelijk, we moeten vooral uh, van de Russische afhankelijkheid af. Maar vooral ook uh, daarnaast van de Chinese. Nou nee, ik vind dat iets te slap uitgedrukt. Want als we echt die urgentie zouden voelen, hadden we er wel naar gehandeld. Wanneer dan hadden we wel beleid ontwikkeld. We hebben nog geen doelen. Nee, maar wanneer werd u gebeld dan. Uh,